dames en heren. Hartelijk welkom. Goedenavond hier in het café bij de alweer de vierde editie van de Dorpsquiz. Rijbergen, mijn dorpje. Ik denk dat het goed is om even vooraf toch even stil te staan bij het feit dat wij afgelopen jaar helaas een van onze mede-organisatoren en oprichters Ad Kouwenberg hebben zien verdwijnen uit de organisatie omdat hij helaas graag ontvallen is. We hebben nadien met ABN toch even rond de tafel gezeten en gezegd, nou, het is gebeurd, maar één ding weten we zeker, Ad zou het zeer op prijs stellen dat we daar een goed vervolg aan zouden geven. Dat hebben we bij deze ook gedaan en ABN ook bedankt voor jouw bereid. Ja? En zo gaat het op zijn Rijsbergs. We staan al kort bij stil, maar het leven gaat ook verder. En daardoor ja, hebben we ook binnen de organisatie wat moeten schuiven. Twan is in ieder geval gebleven voor de techniek. Had de klerk de jury. Ikzelf heb de presentatie ter hand genomen en dat betekent dat we op zoek moesten naar een nieuw jurylid. We hebben heel veel cv's binnengekregen, maar uiteindelijk hebben we gekeken naar degene die het hoogste IQ had en die zit hier nu, Peter van der Berg. Carnavalsmotto van het Apeland voor 2011. Het zit tussen uw oren. Het zit tussen uw oren. Kon u één punt mee verdienen? Die is binnen. Vraag 2. De dameskledingzaak. Essa. En waar staat Essa voor? Voor vrouw of voor vrouwelijk? Apelanders 5, dan krijgen we 3 ex-ego's, de dames van het mannenteam, Jama en Over de Beek. Dan krijgen we 3 ex-ego's, de winnaar van vorig jaar, de Kleine Straat, Stik DGP en het team Hendricks. En ja, toch even Fos, de Dafkes en Jan. Dus dat belooft wat, heren. Dat belooft wat.
Allemaal even wachten, dat kan Adrien even een beetje uitreiken. Jullie hadden de eerste winnaar gezien, het was heel spannend jongens. En dat vinden we heel prettig. Het was stuivertje wisselen van de tweede derde ronde, dus perfect. De winnaars van 2010, de Dafkes en Jan. Vanavond.